begrijpen. Feesten. Oh mijn god. Ja, ik kan niks anders te doen. Ja, mee. Ik doe niks met mijn leven. Ik heb er geen kut van verstaan, maar het zal vast waar zijn. Alsjeblieft. Yes. Ik kom niet uit de kast, ik kom uit de kofferbak. Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe podcast. Vandaag ga ik naar mijn eerste frisfeest. We gaan mensen interviewen en zo. We gaan kijken naar Femke Louise. Het is niet Femke Louise voor mij, maar het is Fabke Louise. Ja. Ik heb het koud. Hallo. Goedenavond. Zal ik me voorstellen? Ja, doe dat even, joh. Brijssen. Marcel van Tol. Mooie naam. Mooi. Ja. Vink had u gebeld en die heeft aan u gevraagd of wij hier naar binnen konden. Ja, Vink had inderdaad gevraagd of jullie hier ook naartoe wilden komen. En toen heb ik ook gezegd van dat jullie welkom zijn, maar het wel netjes aan de afspraak houden. Pers! Waar moeten we heen? Pers! Ja. Je moet je geld voor betalen. Ik zit heel erg met los. Ja, ik heb geen euro terug. Ik heb geen geld. Hé, hey, hallo. Wat? Jij doet niks bijzonder. Oh, wat moet ik doen? Je moet gewoon mensen irriteren. Ik ben podcast, ik moet gedwongen kut doen. Wat? Dit is echt kut. Heb je daar zin hier? Ja. Wat doe jij hier? Hè? Interview hem toch? Ja. Kom jij doen dan? Weet niet. Als ik hem interview, kom jij er eens bij staan? Ja. Waarom? Weet niet. Heb je dat gevraagd? Nee. Oké. Het is niet moeilijk voor je. Kijk, ik heb een eenhoorn meegenomen. Want in bijna elke clip van Fabke Louise zie je eenhoorns. En als we de kans niet krijgen om daar te komen, dan tief ik dit ding gewoon naar haar hoofd. Hebben we er aandacht vast wel. Hoe gaat het met je? Goed man, met jou. Weer zo eentje! Ik interview hem toch! Wat? Ik interview hem toch! Ja, dat kan. Rot dan op! Willen jullie geïnterviewd worden? Ja of nee? Oké. Waarom komen jullie naar zo'n raar feest als dit? Wat zegt ze? Waarom komen jullie naar zo'n raar feest als dit? Omdat het leuk is. We hebben geen leven. Kan ik begrijpen. Feesten. Oh mijn god. Ja, ik kan niks anders te doen. Ja, mee. Ik doe niks met mijn leven. Ik heb er geen kut van verstaan, maar het zal vast waar zijn. Het is helemaal grappig. Ja. Jongen, mag je wat vragen? Ja. Kan ik hier ook vleugel halen? Wat zeg je? Kan ik hier ook vleugel halen? Ik weet niet. Ben je vleugel? Dat hebben we niet. Iets wat erop lijkt? Cola. Twee cola. We zijn van de pers. Oh. Hoe gaat het? Goed hoor, met jou. Help me. Help. Ha. Ik heb nog nooit in een zaal zo leeg gezien waar Femke Louise komt. Je bent wel echt goed, man. Ja, dat zeggen veel mensen, maar dat kan je niet van jezelf zeggen, hè? Ik wil ook op de foto. Ik wil ook op de foto. Welke foto? Jullie gingen een foto maken. Nee, jullie gingen een foto maken, toch? Ik wil... Nee! Ze snapt er echt helemaal niks van. Het gaat helemaal mis. Allemaal misverstanden. Heb je nou iets gevraagd of je met je wilt dansen? Nee. Wat vraag dan? Ik durf niet! En dan ga ik. Ga je maar. Dan ga ik. Uitval. Tien volle kaas. Iedereen met een rug. Hé, hey, wilt even jullie met mij een dansje doen? Wat? Hebben jullie een beetje goede dansmoves? Wat? Hebben jullie een beetje goede dansmoves? Nee, hebben we niet. Steek je hand omhoog. Ja, wil je een dansje doen? Steek je hand omhoog, hou je hand omhoog. Wil je een dansje doen? Ja, laat maar een dansje doen. Ga door. Ga door. Ga door.
Ik zag Femke Louise volgens mij. Kom jongens, we gaan op jacht. Oh nee. Is er niet, er zat alleen maar twee vlechten in. Het is gewoon een meisje met een bril. Kijk, wat vind je daar nou weer aan? Gejat van Luc. Twee vlugel. Dat hebben we niet. Pizza salami of pizza hamkaas? Pizza salami. Pizza met salami is lekker toch? Ja. Pizza hamkaas. Ja. Zitten soms rare vogels tussen. Voor welke artiest komen jullie? Femke Louise. Voor welke artiest komen jullie? Femke Louise. Oké. Volgens mij ben ik niet de enige. Oh nee, wat gebeurt er? Hey, daar heb je dit. Oh. Ik zag het helemaal niet. Oh. Nee, maar. Oh nee, dit gaat helemaal mis. Ah, dat meen je niet. Sorry. Jongens, geen camera. Oh. Geen camera. Oh. Dit gaat nog wat worden. Hallo, ik ben Marcel van Tol. Ja, we zijn dus zojuist genaaid. Hallo, ik ben Marcel van Tol. We hadden het management van haar gesproken. Mochten gewoon een interview afleggen. Spreken we net de eigenaar of ik weet niet, iets met iemand van Scum. Mogen we er niet filmen en zo. Kinda fucked up, maar we gaan gewoon telefoonfilmpjes maken en zo. Dit is zo naar, jongen. Dit komt niet goed. Zal ik gooien? Komt-ie! Say what? Dit is voor mij! Ja! Het is me gelukt! Yes! Ja! Woehoe! Ja, het is gelukt! Woehoe! Wie in de zaal heeft er last van een vervelende ex? Ik kijk nu naar je hoofd, dat is technisch gezien wel, ja. Ik word godverdomme doof hier. Wat hebben al die tienermeisjes met haar? Kijk, we hebben een undercover agent ingezet. Daar staat hij. Misschien koop ik wel een. Hou jij even je bek, man, idioot. Kijk, we gaan kinderen... Hoi back! Harder! Hoi back! Okay. Ah, ze lachten naar me. Die energy. Hallo! Oké? Vind je dit nou wel de moeite waard? Nee. Die tienermeisjes zijn gewoon gebrainwashed. Misschien koop ik wel een Honda! In mijn jas en mijn bol kracht! Rijden naar de Fashion Week! Samen doen. Ja, welkom Marit, jij moet ook een podcast met mij. Oké, wat moet ik zeggen? Een outro, weet je wat een outro is? Ja. Doe maar. Nou, bedankt dat jullie hebben gekeken naar deze aflevering. Doei. Doei. Ja. Beter dan mij. Beter dan mij.